dan moeten ze nog bewazen hebben. Hè. Ik zal hun bewazen geven, hè. Dat ik in het kastje. Oh. Dat is niet meer te doen. Tot de wc toe. Amai, amai, amai. Ik moet een kastvrouw moeten kennen, ja. Want dat komt niet meer. Zei nou toch dat ik kas, hè? Dat is echt niet de luier ik had hangen, nee, zonder dat is echt kassen, hè? Ja, Danny, ik zou je willen vragen, hè, om het een beetje plezant te houden. Ik ben al de meer van de jongste zijde en dat wordt toch te vuil dat putsen zo. Dus ik vraag aan de mensen van, laat me geen slavenarbeid doen, want het is veel te moeilijk. Hè. Je ziet wel moeite dat ik hem met dat poetsen. Hè. Dat is dus echt niet meer te doen, hè. Ik ben een kiek niet meer van de jongste, snap je? Dat gaat allemaal zo goed niet meer. Goedemorgen. Het is 6:20. En zoals beloofd, ga ik dus nu het ontbijt klaarmaken voor René. Dus die krijgt van mij ontbijt vandaag. En daar ga ik nu voor zorgen. Nu, omdat ik niet kan koken vandaag, kijk, heb ik wat hesp en kaas en sosis. Dus dat krijgt hij vandaag ook. En ik ga eitjes bakken. Ik ga eitjes bakken voor mijn manneke, dat hij lekker kan eten. Goed? Maar eerst moet ik hier een beetje alles leegmaken. Dat ik dat allemaal kan regelen. En dat ik voor mijn manneke eitjes kan bakken. Ik ga dan ook een pan nemen, hè. Hier is de pan voor eitjes te bakken. Hm? Wat gaan we nu doen? Ik ga de boter nemen. De boter. Pak een vork en een mes. Zoals je ziet. Hm? Ik ga wel een beetje wegwijs maken, ja.
Ik neem een stuk boter zoals u ziet. En dat gaat dan de pan in. Zoals u ziet hier in de pan. Dat plassen. De boter ligt in de pan. Leuk, hè? Ja, dan. Zoals je ziet, ga ik nu de eier pakken, hè. De eitjes. Wat ga ik nu met die eitjes doen? Die gaan we kloppen. Zo. Ik ga dus gebakken eitjes pakken. Voor een eiken. Dat zijn er twee. Nu moest het zijn dat hij geen eitjes wilt zo, dan krijgt hij van mij nog ander eieren. Hè? Dan krijgt hij van mij gebakken eitjes om in te soppen. Maar hij krijgt in ieder geval een goed ontbijtje van mij. Zo, dat zijn de eitjes. Daar mag natuurlijk een snoefje zout in. Zout en een beetje peper, dat mag altijd. Hè? Zo, dat was wat zout. Dan gaan we de eitjes kloppen. We kloppen de eitjes zo. Geklutst. Dan daar is... Ja, niet mee filmen. René al. Ik ben ontbijtje voor u aan het maken. René, staat jij op? Dus ik was het eitje aan het kloppen. René, die is al wakker. Dus die staat op. Zo, dat is goed. De boter ligt in de pan. En die gaat stilletjes smelten. Je ziet dat de boter goed gesmolten is. Daar leg ik nu wat schijfjes vet in. En die bakken we dus mooi. Hè. Oh, dat zal wel niet zijn, deze eerste stuk. Hier laten we zo even bakken. Hè. Ja, ik zal wel zorgen. Misschien heeft René wel opgestookt dat ik dan misschien poetsen en eiken en voor hem koken en zo. Maar nu zal hij het ook gaan eten. Hè? Dat moet ook. Hè? Dat is hem lekker van smullen.